Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Dank je wel. En tweede jaar is dit of zo? Nee, dus het eerste jaar. Vorig jaar werden we tweede. Dus, En nu, wat is nu? Nu voelt het. Ja, lekker, leuk. Ja, lekker. Faka, ja. Gefeliciteerd. Ja, ik kan maar één ding zeggen. Het voelt goed. Het voelt goed. Terecht. Nummer 1. Ja, nummer 1. Zo het hele jaar waarmaken. Nog een keer. Gaan jullie het hele jaar waarmaken nu? Tuurlijk. Waar is die bokaal? Waar is die bokaal? Heb je niet mee? Die gaan we nu halen. Ja man, zeg het eens. Ben Pito, je weet. Ja. Ben Pito. We zijn on. On everything. You know, talking. Gefeliciteerd. Congrats, thank you, man. Thank you. Yeah. Thank you. Power. Power. Ja man. Nou, de winnaars zijn al helemaal buiten hunzelf. Ze gaan nog een keertje even een optreden doen. Waarschijnlijk komen ze zo meteen terug. En dan gaan we zo weer een praatje met ze maken. Als ze nog een beetje de fut hebben natuurlijk. En straks hebben we voor u Damaro. Maar dat is straks. En geniet nog eventjes van hun show daarvoor. Dankjewel. Ja. Nou, zoals u weet, Uniek en Brest bent nummer 1. Dus, hoe gaan jullie dit voor heel het jaar verdedigen? Hoe gaan jullie dit heel het jaar verdedigen? Volgend jaar verdedigen. Heel het jaar moet je dit gaan verdedigen. En volgend jaar moet je terugkomen op die podium. Wat dan? Ik weet niet. Ik zou het niet weten, maar ja, ik weet het niet. Maar jullie gaan voorlopig Nederland laten zien dat jullie de beste zijn. Dat is sowieso. Dat jullie die plaatswaardig zijn. Dat is sowieso. Bokaal bij jullie in het salon. Ja, dat is sowieso. Vertel hem. Goed foto. Hey, jullie kom. Nou, ze gaan eventjes een foto maken. Zijn natuurlijk helemaal blij uit een dak. Dus ik kom er voorlopig even niet doorheen. Maar proberen zo meteen nog eventjes. Moeten we even maar meeluisteren en een beetje genieten van wat zij doen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Welkom bij Star TV. En hoe voelt het om de winnaar te zijn van de Fernandes Brass Band? Of hoe heet het? Fernandes Brass Band? Ja, Brass Band Festival. Het wordt heerlijk. Het is, we hebben een jaar lang gewoon getraind voor dit. En om toch beloond te worden, is heerlijk. Is heerlijk. En, wat zijn de plannen voor het komend jaar dan? Het komend jaar gaan we veel optreden. En volgend jaar staan we er gewoon weer. Van Nederland laten zien dat jullie die prijs waardig zijn? Ja, tuurlijk. En volgend jaar staan we er gewoon weer en dan gaan we er gewoon weer. Titel verdedigen. Wij doen dat. Je wil je bokaal weer naar huis meenemen? Ja. We komen het even laten zien. We komen het even laten zien en dan nemen we hem weer terug. Oké dan. Dus vorig jaar was hij ook van jullie dan? Nee, vorig jaar waren we helaas tweede geworden. Het was, ja, het voelde... Ja, het voelde naar om tweede te zijn, maar ja,
het was alleen een boost voor ons. Het was een boost voor ons en daarom zijn we gewoon dit jaar gekomen en hebben we gewoon alles gewoon gepakt. Gewoon. Zonder woorden hebben jullie gezegd, wij zijn het waardig. Ja, op die podium vandaag. Sorry? Ik zeg zonder woorden hebben jullie vandaag gezegd, wij zijn het waardig op die podium. Ja, ja, dat is gewoon wat we allemaal hebben gedaan. Dus heel Nederland gaat op zijn stel te staan van jullie. We gaan heel Nederland laten zien waarom wij hebben gewonnen. Zo, Ineke Bres bent, leider van de band. Jij bent? Nathaniel Berleman. Vergeet hem niet, hè. Hij doet het op die podium met zijn band erachter. We gaan het weer doen. Volgende jaar zijn we er weer. Vorig jaar moesten we al lang winnen. Ik speelde daar. Love voor Bomberg. Macho, harde trainer.